burgemeester. Nu is het mijn beurt blijkbaar. Een vraag die iedereen, waar iedereen het antwoord op wilt weten. Hoe zit het met het stadion? Ja, ik denk te mogen zeggen zeer goed. Hè. Men is nu volop begonnen aan de werkzaamheden. We zijn bezig aan het beginnen graven nu voor de parking, om de parking te bouwen. Er komen daar bijna 2000 plaatsen voor auto's. En ik heb vorige week nog samengezeten met de bouwheer. Die heeft mij gezegd dat ze volgende week, dus nu volgende week, zouden beginnen met de bouw aan het stadion zelf. Dus ik denk te mogen zeggen dat nu eindelijk alles rond is, ja. Schitterend. En als ze zouden beginnen volgende week, wanneer zou dan realistisch zijn dat we erin kunnen spelen? Er is mij nog vorige week woensdag definitief bevestigd dat tegen juni 2012 het stadion zou klaar zijn. Wat zou betekenen dat we eigenlijk het seizoen 2012-2013 daar zouden kunnen aanvangen. Maar ik hoor met de meeste Gentenaars, bent u toch een geliefde burgemeester? Wel, we zullen dat zien bij de verkiezingen volgend jaar. In oktober 2012 zijn de verkiezingen. Het is dan dat het telt natuurlijk. Nee, maar ik wil niet onbescheiden zijn. Ik werk er ook hard voor. Ik denk dat we met gans het Schepencollege en met dit stadsbestuur zeer hard gewerkt hebben. En altijd zeer hard werken. En dat dat wel gezien wordt door de Gentenaars, denk ik. En ik hoop in ieder geval dat inderdaad de Gentenaars tevreden zijn. Ik ben er bijna van overtuigd, inderdaad ook. Ik zie dat toch wel. Mensen spreken mij aan op straat enzovoort om te zeggen wat ze goed vinden. Ook vooral om te zeggen wat ze niet goed vinden. Want een Gentenaar is een zeer kritische burger natuurlijk. Maar dat vind ik ook zeer goed, omdat we op die manier weten dat we het dan op een andere manier moeten gaan doen. Dus ja, we zullen zien volgend jaar wat de verkiezingen zijn. Ik heb in ieder geval gezegd, als mijn gezondheid het toelaat en als mijn partij dat wil, dan ben ik opnieuw nog een keer kandidaat om nog een mandaat te doen. Schitterend, want onder uw leiding, ik weet niet of het al langer was, maar er zijn er heel veel werken gebeurd hier in Gent. Dus voor het centrum te verfraaien. En wanneer zullen die gedaan zijn? Wel, het is te zien de welke, want bijvoorbeeld de Koormarkt is al volledig af. Hè? Sint-Niklaasstraat is af. We gaan de werken hier op het Bruinplein. Die zullen in het voorjaar 2012 af zijn. Er komt daar een grote middeleeuwse hal die men daar zal opbouwen. Een beetje nabouwen van wat er in de middeleeuwen stond ook. Het is een heel concept, maar je moet weten dat we eigenlijk met deze legislatuur niet minder dan 540 miljoen euro investeren in de stad. Dat is de grootste investeringslegislatuur die ooit in de geschiedenis van Gent heeft bestaan. Want het is niet alleen in het centrum van de stad dat we investeren. We investeren heel veel ook buiten de stad, zowel in die 19e eeuwse gordel, waar we dus met die moeilijkere wijken zitten, waar we heel veel investeren ook, als ook natuurlijk in de rand van de stad zelf, waar we natuurlijk in wegen is, openbaar domein enzovoort, heel veel Gent investeren. Dus Gent zal tussen dit en pakweg een jaar of 15 er helemaal anders uitzien. Denk maar aan de Loop, denk maar aan het station, aan de oude dokken. We zijn overal bezig, het nieuwe voetbalstadion, die heel nieuw complex zal worden enzovoort. We zijn overal bezig met vernieuwingen en ik denk dat we inderdaad over een aantal jaar daar echte vruchten zullen kunnen van plukken. Ik weet natuurlijk, ik heb al verschillende keren gezien in het stadion dat u een absolute agent fan bent, maar zeg eens, hoe bent u daarin gerold of bent u al langer fan van agent van kinds af aan? Eigenlijk wel. Ik ben als kind ging ik elke week met mijn oom, die is helaas overleden, tot hij ziek geworden is, ging ik met mijn oom elke week gaan kijken naar agent, naar Dantoise. Dat is dan een aantal jaren niet meer geweest. Door omstandigheden ben ik dan niet meer geraakt. Toen ik schip geworden ben in 1995, ben ik opnieuw zeer regelmatig beginnen gaan. En ik mag nu wel zeggen dat ik bijna alle thuismatchen er ben. En daar waar het mogelijk is, nu zeker in de eindronde, zal ik ook verschillende matchen op verplaatsing volgen. Want het wordt nu toch wel heel spannend. Of inderdaad, laten we het maar zeggen, in de top 3. En waarom niet durven hopen om eventueel kampioen te worden. Hopen, maar we moeten realistisch blijven. Goed, burgemeester, heel erg bedankt voor dit dubbel interview zeker. Ja, graag gedaan en ik ben zeer blij dat ik deze babbel met u heb mogen hebben. Ik ook.